Ja, dan zien we de wijde opstelling van Leuven. Twee wissels daar centraal achteraan. Hè. Dus de doelman is eruit. Runnarsson, dat is Romo die in de ploeg komt. De man die wellicht weggaat naar de ploeg van Hernan Lozano. Bij AA Gent. En daar komt hij, Toruna Giga. De bal raakt er niet weg. En dan ruimte, maar ja, de paas van de Sarre. Nu scherp schot, maar Romo is bij de pinken. Was verrassend. Van, Daar komt hij. Nee, te kort. Nog eens. Nou, dan moet verdedigd worden. Oeh, kijk eens aan. Lukanovic. Bijna. Ja. Het duel gewonnen door Leuven. En dan Hanke Olsen die nog geluk heeft dat hij daar de speler van OHL niet meeneemt. Want voor hetzelfde geld heb je hier nog. Dus al kijkend voor de bal komt. En dan zoeken naar de Patre misschien. Daar komt hij. Ja, maar moeilijk, hè. Patrice ook daar. Leidt balverlies. Maar dat doet ook deze man. Dus Kassar. En dan Tissoudali. Man tegen man. Kan kappen, kan draaien. Veel volk. En dan de trap. Bezos trapt hem naast. Trapt hem naast. Open kans. Ja, het moeilijkste. Kassar die daar onnodig balverlies leidt. Hier ja, randje. Net, kunnen, niet, net ja, wel buitenspel. Maar dan goed bijgaan naar binnen. Zoeken naar de vrijstaande. Ondertussen spelen we gewoon door. En daar is Tamari. Dan moet je altijd toch uitkijken. Als Tramontes, ja, niet onaardig. Roef. Het is zo, Dali, altijd mooi dat die balans bij de tegenstander verstoren. Dus Kassar, toch niet de minste, krijgt hem in de rug. Goed gelopen, terugleggen en hij trapt zelf in het zijnet. Ja, misschien niet. Kijken of er iemand beschikbaar was. Knap steekballetje, dat wel. De hoek is uiteraard heel scherp om vandaar te scoren. Maar ik denk dat hij besefte dat er te veel mensen van OHL Leuven. Tamari laat lopen. Moet laten lopen. En dan toch het schot van Castromontes iets te slap. Om echt gevaarlijk te zijn. Meenemen. Het is Soudali niet bereiken. En goed gewerkt door Van de Saar. Al of niet buitenspel, de Quatre voorwaarts. Nou, weer en net niet. Die efficiëntie toch bij AA. Heel snel te heroveren hier aan de rand van de 16. Maartens die er niet bij kan. Kums die ervan profiteert. Knap wippertje richting Tissoudali. Die het overzicht bewaart en die bal aflegt met het hoofd richting de Quatre daar op rechts. En dan is het natuurlijk alles of niks. Ruimte Bezos. Rechtdoor gaat die bal. Hier is ook ruimte voor Sven Kums. Die hij heeft altijd een heldere blik. Hij probeert te dribbelen, maar wordt afgevangen door Patrice. En dan het schot. Binnen. Nee, ja, binnen. Toch. De Saar. En die trapt hij fantastisch tegen. Ja, maar hij had dat al een paar keer geprobeerd. Ja, ja, hij kan dat. En daar is een kind op komst. Maar het overzicht hier van de Poitre. Dan Kums op snelheid. Lukt dat niet natuurlijk. Achteruit het overzicht. En dan de Saar korte hoek. Ja. Moeilijke bal, Frank. Een bal, die, ja, een bal die hard getrapt wordt en dan nog eens stuit net voor de doelman. Je zit er wel bij, maar je kan hem niet voldoende verwerken. Dan gaat hij nog in het dak van je doel. Afgeblokt. Hier zijn we ondertussen en goal. Ja, de herhaling zat er een beetje tussen, maar de 17e voor Tissoudali staat op het bord. 2-0. We gaan er dadelijk beter naar kunnen kijken. Maar het was eigenlijk een beetje te verwachten, Frank. Je ja, zag het al. Het zat erin. Hier komt de goal. Ja, maar kijk, ze trappen hier uit. En ja, is het Romo die volledig in de ja, fout gaat, in de mist gaat. Geeft de bal zomaar ja, het is Romo. Een cadeauverpakking aan Tissoudali. Eén schijnbeweging met het lichaam om zijn tegen. Bezos. Dat hoeft allemaal niet meer zo bij AA Gent. Maar ze blijven wel rustig baas. Kopstootje. Samoise. Al Tamari was het. Mooi, mooi. Bezos. Afleggen iets te moeilijk. Naar de rechter van Tissoudali. En dan iets te slap afgewerkt. Tamari. Gaat even trappen. Schot tussen de palen. Wordt genoteerd. Staat in de statistiek. Maartens. Nee, nee, nee. Controle. Door al dat loopwerk toch vermoeid geraakt. Dit is geen makkelijke. Goed meegenomen. Romo tegen Tissoudali. Tissoudali. Oh, hij loopt iedereen voorbij. Die moeten elkaar nog kennen van bij Beerschot. En belangrijk, hè, van ja, Romo. Belangrijke tussenkomst. Ook wel een gevaarlijke. Want voor hetzelfde
Dan heb je natuurlijk het been mee van Tisoudali bij die interceptie, maar raakt zuiver de bal. Normalerwijze moet hij dit afmaken, Tariq Tisoudali. Nou, wijkt, maar kijk, dit is belangrijk. De Boiter. Ja, Escassar ziet af en dan Samwaze. Tegen de Norre. Twee loophonders, de voorzet. En nu dan wel. Nee, naast. Via de paal buiten. Tariq Tisoudali had al een keer of drie, vier keer gescoord. Ja. Van zo vaak bij AA Gent. Ze hebben eigenlijk de kans om het helemaal uit te spelen. 4-5-0 kan het. Kleine accolade met de coach. En de steun van het publiek. En de Poitre natuurlijk. De Poitre uiteraard. Die moet fit zijn voor volgende week. Die kun je beter op tijd eraf halen. Het zijn enorme gewicht ook. Makkelijker blessures. Dat is vanzelfsprekend. Lamaïts. Man sterk met de kop. Kums. Jules Seger. Niet, nee, het was Anke Olsen. Dit is Jules Seger. Twee Scandinaven. Dat schot met links. Oh, 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 oh. Er valt een appel uit de kast, Jules. Ja, wat fantastische goal. Van de Deen. Met zijn linker. Ja, hij heeft er deugd van. Nog eens genieten. Nou, goed naar binnen gekomen en dan... Poef. Oh, een schicht. Dat is zijn allereerste in de competitie van het seizoen. Hij heeft in andere competities wel. Lamaïc. Een mooie tot bij Tisoudali. Kan hij hem meepikken? Nee. Alhoewel, 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 ja. Het is zover. 4 tegen 0. Na geknoei en gehobbel daarbij. Oh, hel in de defensie. Zeker niet wel even geraakt. Richting je doelman. Maar je gaat toch niet op die manier gaan verdedigen en die bal proberen zelf bij te houden. Dat roep je gewoon over jezelf af als verdediger. Schengelia. En dan mag je nog klagen dat er zogezegd een foutje zou gebeurd zijn. Maar... Ja, het is Tisoudali, ik hoop zijn knie, want hij hobbelt daar wel van het veld. Hij is gewoon verschrikkelijk slecht verdedigd alweer. Hij heeft een tik gekregen. Er zijn weinig spelers die in één speelronde de gouden schoen gewonnen hebben. Ik ken die ene. En we gaan nu kijken naar Jules Seger. Nog eentje. Jawel. 5-0. 3 goals. Tariq Tisoudali. Zijn knie doet nog weinig pijn. Maar wat is dat daar al? Het is echt een 7. Een 7 bij OH Leuven. Nu is het wel echt een afstraffing. Oeh, 5-0. En bovendien een ondermaatse, meer dan ondermaatse prestatie van OH Leuven. Dat gaat we spreken over een aanval van OHL bij de aftrap en bij 4-0. Kijk eens. En binnen de 10 seconden is het 5-0 voor Agent. Terwijl Leuven de aftrap had na de 4-0. Het zijn harde seconden geweest. Eén misstap bij die 25 op 27. Eén misstap zorgt ervoor dat ze uiteindelijk toch weer geen play-off 1 halen. Of bijna geen play-off 1. Want we gaan er een punt achter zetten, zegt Jasper Vergoten. 5-0. En deze man, Tariq Tisoudali en Jules Seger,